Weten dat je niet alleen bent. Dat is voor mij Aristoteles. Het gekke is dat je je alleen kunt voelen. Niet omdat je alleen bent, maar omdat je denkt dat je alleen bent. En wie die gedachte bekend voorkomt, nou, die zou wel eens iets aan Aristoteles kunnen hebben. Als ik aan Aristoteles denk, dan denk ik aan geluk. Aan menselijk geluk. Ja, geluk, ik bedoel, wat is geluk? Daar heb je natuurlijk allerlei zweverige, vage antwoorden op. Maar het mooie met Aristoteles is, hij heeft een heel praktische en heel bruikbare opvatting van geluk. Geluk is lukken. Een gelukkig leven is een gelukt leven. Dus gelukkig zijn is als je leven lukt. Nou, en meteen zo'n omschrijving nodigt je al uit om eens terug te kijken naar je leven en je af te vragen, wanneer was ik nou echt gelukkig? Nou, grote kans dat dat was op een moment of in een periode dat iets lukte. Of misschien wel dat alles lukte. Dat je leven lukte. Beter gezegd, dat jij lukte. Volgens Aristoteles zijn wij mensen namelijk wezens die nog moeten lukken. Wij zijn namelijk nog niet af. Wij hebben allerlei potentie in ons, zegt hij. Zoals het genoemde eikeltje net. Een eikeltje is een eikeltje. Maar iedereen weet dat daar in de potentie schuilt om uit te groeien tot een prachtige eik. Nou, met ons is dat dus net zo. Wij hebben er nog iets te worden. Alleen, en dat is typisch menselijk, wat wij nog kunnen worden, of beter gezegd wie wij nog kunnen worden, dat staat nog niet vast. Dat ligt nog helemaal open. In die zin is Aristoteles dan ook absoluut geen determinist. Hij is geen Dick Swaap avant la lettre. Op zichzelf al een reden om bevriend met Aristoteles te zijn, lijkt mij. Maar we hebben nog te lukken. En dat geeft opties. Hè? Dus we kunnen niet alleen de vraag stellen, wie ben ik? Maar we kunnen, sterker, we moeten ook de vraag stellen, wie wil ik zijn? En nou ja, dan is natuurlijk meteen de volgende vraag, hoe word ik wie ik wil zijn? Want ja, ik denk dat een aantal van jullie vast wel een idee heeft van wat voor mensen ze graag willen zijn. Maar ja, zie daar maar eens te komen. Ik bedoel, we hebben altijd genoeg innerlijke weerstand en allerlei ondermijningen in ons die ons tegenhouden om te zijn wie we graag willen zijn, om te leven zoals we graag willen leven. Nou, precies daar kan Aristoteles helpen. Aristoteles heeft een prachtige deugdopvatting en zijn deugdopvatting helpt je eigenlijk op weg naar wie je graag wil zijn. En dat is zo'n prachtige, bevrijdende, ja, gelukkigmakende opvatting van de deugden. Ik bedoel, normaal als je het woord deugd hoort, helemaal Nederlanders schijnen dat te hebben, als je het woord deugdzaam hoort, dan denk je, oh nee, ik val in slaap. Een deugdzaam mens, dan denk je aan een heel saai type wat nooit eens een keertje uit de band springt. Maar bij Aristoteles zijn deugden bevrijdend. Ik zie de deugden van Aristoteles als een soort bruggen. Het zijn bruggen die je kan bouwen, die je kan oefenen, die je gewoon door herhaling kan oefenen. Een brug van wie ik ben naar wie ik wil zijn. Het zijn dus extreem lekker gelukkigmakende deugden. En hij noemt een aantal deugden, allemaal hele belangrijke deugden. Maar een van mijn favoriete deugden van Aristoteles is de deugd moed. De deugd moed. Ja, moed is de deugd die je nodig hebt om steeds weer opnieuw te durven kiezen voor wie je graag wil zijn. En om steeds weer opnieuw te durven kiezen, ondanks je angst en je onzekerheid en misschien ook wel tegenwerking van je omgeving, om steeds weer opnieuw te kiezen voor wie jij graag wil zijn en het leven dat jij graag wil leiden. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat je ontslag neemt bij een bank of een bedrijf, omdat je denkt, op zo'n manier wil ik niet rijk worden. Of dat je zegt, nee mensen, ik eet geen vlees. Hè, dat je dat steeds weer opnieuw durft te zeggen. Want met een helder beeld voor ogen van wie jij graag wil zijn, wordt eigenlijk het kiezen voor het goede makkelijker. Want vaak verzand je in oefenloze discussies met mensen. Ja, wat is goed, wat is fout? Nou, tot je jezelf helemaal kwijt bent en het ook niet meer weet. En je wil ook niet moraliseren, dat mag natuurlijk ook niet. En het prettige is, als je een duidelijk beeld voor ogen hebt wie je bent, dat maakt het kiezen voor het goede makkelijker. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, ik wil dit niet, want zo'n mens wil ik niet zijn. Dat is heel verhelderend. Voelen mensen zich ook minder snel aangevallen als je dat zegt. Als ik aan Aristoteles denk, aan die bevrijdende deugden, dan krijg ik echt zin om het goede te doen. Om als een soort éénpersoons E-team, Aristoteles team, de straat op te gaan en het goede te oefenen. En altijd als ik aan Aristoteles denk, moet ik denken aan een ontmoeting met een vrouw die ik een paar jaar geleden had. Nou, ontmoeting is een beetje zachtzinnig uitgedrukt eigenlijk hoor. Het was iets erger. Ik fietste weg van huis. Ik had ontzettend haast. Ik was op weg naar een afspraak. En ik fietste op hoog tempo door de Staalstraat hier in Amsterdam. Heel smal straatje. En vlak voor mij steekt opeens een vrouw over.
Zonder op of om te kijken. Vrij tengere vrouw, steekt over. Ik kan niet meer afremmen, uitwijken. Ik rij echt met volle vaart recht haar buik in. Ze gaat plat tegen de grond. Ik vlieg over mijn stuur heen. Bam, op de grond. Nou, ik had alleen gelukkig geschramde handpalmen. Een krom stuur en de schrik in mijn benen. Maar die vrouw ligt daar plat op de grond. Ik denk, oh Jezus, oh nee, oh ja, wat erg. Dus ik loop naar haar toe. Ik buig me over haar heen en ik zeg, gaat het met je? Doe je het nog? ja, heb je pijn? Kan ik je helpen? En nou, die vrouw staat op, gelukkig. Ze staat op, staart me stom verbaasd aan. Is een tijdje stil en zegt dan, maar ben je dan niet boos op me? En ik zei, nou, boos? Ik ben al lang blij dat je nog leeft, dat je niet dood hebt gereden. Ze zei, ja, maar het is mijn schuld. Ik bedoel, ik was in gedachten en ik stak over. En nu is je fiets stuk en je handen zijn stuk en het is mijn schuld. De vrouw was zo verbaasd dat ik niet woedend was en over geld begon en over haar het uitschelden was. Dat ze, nadat ze verbaasd was, vervolgens aangedaan was en vervolgens begon te huilen. Uiteindelijk hebben we elkaar nog even een flinke knuffel gegeven ten afscheid. Ja, we zijn niet inmiddels getrouwd hoor, dus dat lijkt daar een beetje heen te gaan. Ik heb er nooit meer teruggezien, deze vrouw. Alleen, ik heb nog heel vaak gedacht aan deze ervaring. En ik heb me op een gegeven moment afgevraagd, waarom moet ik hier zo vaak aan terugdenken? Nou, blijkbaar was dit nou een moment waarop ik erin slaagde om precies te zijn wie ik graag wilde zijn. Op dit moment lukte ik. In die zin was het een mooi en gelukkig moment. En het prachtige is, met het goede oefenen van Aristoteles, je kan daar heel goed in worden in het goede doen. Dus je moet eigenlijk proberen om terug te kijken en dat soort momenten in je leven dat je denkt, toen lukte het me echt om te zijn wie ik wilde zijn. Om dat soort momenten je regelmatig voor de geest te halen, daar vaak aan te denken. En als je dat doet, dan worden die momenten een soort richtingaanwijzers, een soort kompas. En dan krijg je zin om dat weer te doen. Van yes, nou ja, in dit geval heb ik natuurlijk een vrouw nodig om aan te rijden. Dat kan ik je niet aanraden, maar het goede doen is besmettelijk. En dat is ook de reden waarom ik dit voorbeeld nu aan jullie vertel natuurlijk. In de hoop dat jullie, nou ja, dat ook zo'n besmettelijke werking in jullie bewustzijn heeft. Dus wie weet wat voor een ontroerde omhelzingen Nederland nog te wachten staat na vandaag. Doe jullie best. Dat is het mooie met Aristoteles. 1. Het goede is iets waar je niet alleen naar moet denken. Het goede is iets wat je moet doen. En het tweede, en dat is misschien wel een van de allermooiste aspecten ervan. Het goede doen kan je niet alleen. Waarom is dat? Nou, volgens Aristoteles zijn wij sociale wezens. En daarmee bedoelt hij niet dat we het wel gezellig vinden om een beetje samen rond te hangen, een beetje in de kroeg te zitten. Ja, dat ook hoor. Maar hij bedoelt er iets veel essentiëlers mee. Dat we sociale wezens zijn, betekent dat we alleen niet kunnen lukken. Dat we alleen als mens niet gelukkig kunnen worden. Sterker nog, dat we alleen eigenlijk niemand zijn. Zonder anderen zijn we eigenlijk niemand. Onze identiteit is, zoals dat heet, een sociale constructie. Als ik mij bijvoorbeeld afvraag wie ik ben, nou, ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik ben filosoof. Maar dat kan ik niet in mijn uppie. Dat kan ik alleen maar met en dankzij de mensen die mij opgeleid hebben, die mij nu als zodanig erkennen en erkennen. Anders zat ik nu tegen een lege zaal te praten. Dat is ook een beetje gek. En ik kan bijvoorbeeld ook zeggen, ik kan voor mezelf bijvoorbeeld wel vinden dat ik een geweldige geliefde ben. Maar als mijn geliefde vindt van niet, is dat een beetje gek. Of sterker nog, als ik helemaal geen geliefde heb, kan ik dat ook niet zeggen. Dus überhaupt om iemand te zijn, laat staan de persoon die ik graag wil zijn, heb ik andere mensen nodig. Dus ook voor zoiets als liefde heb je om te beginnen een ander mens nodig. Om een liefhebbend persoon te zijn heb je om te beginnen een ander mens nodig. En als je dat één keer inziet, dat verandert echt alles. Als je mij vraagt, kan onze tijd namelijk wel wat Aristoteles gebruiken. Onze tijd is echt bezeten van de idee van het autonome, zelfstandige individu. En vooral autonoom moeten we zijn en vooral onafhankelijk. Als je mij vraagt, lijden we met z'n allen aan een soort collectieve bindingsangst. Een paar jaar geleden zat ik in de trein en de trein stopte op het station en daar hing zo'n poster in een van die reclamedingen. Dat was een mededeling van de overheid. En daar stond, alleen jij bepaalt wie je bent. Alleen jij bepaalt wie je bent. Wauw, dacht ik. Onze eigen overheid verkoopt ons een denkfout. En niet zomaar een denkfout. Eentje waarvan we, denk ik, nog wel eens heel ongelukkig zouden kunnen worden. Want het doet er namelijk toe hoe je denkt. Hoe je denkt kan het verschil maken tussen alleen en niet alleen. Hoe je denkt kan het verschil maken tussen ongelukkig en gelukkig. Dus mede dankzij Aristoteles durf ik in te zien en durf ik hardop te zeggen dat ik afhankelijk ben en dat mijn afhankelijkheid mijn bron van kracht is, mijn bron van vrijheid, mijn bron van geluk.
En mede dankzij Aristoteles durf ik dat inmiddels ook tegen mijn dierbaren te zeggen, tegen de mensen van wie ik hou. Durf ik tegen ze te zeggen, zonder een paar biertjes zelfs ook, ik heb jullie nodig, zonder jullie gaat het niet. Dat is voor mij Aristoteles. Weten dat je niet alleen bent, weten dat je niet alleen met elkaar mag doen, maar zelfs moet doen. En als je dat één keer inziet, dan weet je dat het feit dat we altijd elkaar hebben, dat precies genoeg is voor een heel gelukkig leven. Dank jullie wel.